Wat zijn de dingen die we morgen kunnen doen? Kunnen aanpassen? De pitch. De pitch. Wat nog meer? Wat nog meer? Ja, ben je toch wel dialoog? De dialoog. Dat die denkt van, joh. Wat nog meer? Standaard processen. Wat nog meer? Vraagtekens. En wat nog meer? CRM-bijwerking. En de vraag stellen wat nog meer. Ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan nog even naar de 60% regeling, naar het Digital Dealer Process, de DDP. Gecertificeerde verkopers voor top- en online leads, de great verkopers, BDC, KCC afdeling. In zaken de processen. Nou, de 60% regel hebben we al even gehad. Wat is dat nou? Nou, zoals de Ruud al en zei, dat is gewoon een matrix hoe je zou kunnen rekenen met een aantal essentiële factoren. Dat betekent je 100 leads. Hoeveel van die leads krijg je nou te pakken? Hoeveel krijg je nou in een afspraak? Hoeveel komen er nog? En hoeveel verkoop je uiteindelijk? De bedoeling van de 60% regel is om iets meetbaars te maken waar je probleem zit. Nou, zoals we al eerder hebben gemeld, het probleem zit in de regel in de bovenste twee funnels. 100% contact en 60% in de dialoog. Daar zit je grootste uitdaging. Als je dat maar boven die 60 bent, dan zijn er verkopers genoeg om daarna afspraken te maken die komen en mensen die komen, die kunnen we verkopen. Zorg ervoor als je je focus hebt dat je op de eerste twee funnels die focus hebt. Dus toch wel van het grootste belang. Dan een dealerproces. Wat voor proces moet je nou maken? Wat van belang is, is eigenlijk van wat is je doel? Nou, in de regel is dat een showroomafspraak of een offertevoorstel. Maar in de regel is dat een doel. Waar of niet? En wat je moet maken is van wat ga je nou doen met geen contact en wat ga je doen met contact? En voornamelijk, dit is vaak wel het probleem, wat ga je hiermee doen? Dat dit geen toeval is. Dat niet Pietje twee keer belt en Klaasje vier keer belt. Dat is nou net niet de bedoeling. Wat is het proces waar jullie voor staan als dealer, als bedrijf, als verkopers? Wat wil je uitstralen? Zo werken we hier. Daar hebben we een paar voorbeelden van. Het Digital Dealer Proces. De eerste 72 uur is van ontzettend belang. Daarin moet het gebeuren. Wil je contact krijgen, moet het in de 72 uur gebeuren. Daarna 120 uur zijn het belangrijkste om contact te krijgen. Maar de 72 uur is van essentieel. Lukt het daar, dan gaat het goed. Lukt het daar niet, wordt het al heel snel heel moeilijk. Wat je zou kunnen overwegen is elke ochtend, elke middag belblokken doen van minimaal 30 minuten. Ik dacht dat Gerben dat ook bij jullie had geïntroduceerd. Hè? Hoe gaat dat nu? Niet meer goed? Nee, halen we het niet meer? 30 minuten? 30 minuten wel, ja. Maar niet meer op de... je doet het wel, alleen je doet het op andere tijdstippen. Okay. Want in het begin, ja, je probeert dat wel vol te houden, maar er komen altijd weer... met de showroom, er komen altijd weer dingen tussen. Op het einde van de dag, dan heb je je bel bijvoorbeeld om 16:30. Dan komt er om 16:45 nog binnen die om 17:45 weggaat. Ja. Als voorbeeld. Ja. En dan, we hebben in de praktijk, we proberen het wel, we hebben dus wel de agendapunten erin staan. Ja. Van, dat je dan een pop-up krijgt van belblok Dennis, belblok Isha. En dan gaan we bellen, gaan we boven, apart ook je, dan ga je belblok doen. Dus je probeert het wel, alleen in de praktijk is het heel lastig om echt aan het te houden. Het heeft ook wel weken gewerkt, zeg maar, dat we af en aan. En dan weet je in ieder geval, dan ben je doorlopen met je klanten, die jouw leads ben je bezig. Ja. En daardoor heb je dus wel meer scoringskans. Je verkoopt meer. Ja, want je bent er doorlopend mee bezig. En één voor de goede orde, hè, Visser is bij ons, zeg maar, samen met Aap van de Schel, degene met de hoogste conversie. En dan nog weten we dat we nog veel hoger kunnen. Hè? Perfect. Wat zijn, hebben jullie de ideale momenten om te bellen? Nee. Dus, maar, wanneer ga je bellen? Ga je om 1 uur? Wat Jacob zegt, zo snel mogelijk heb je hem gelijk bellen. Ja, oké, maar ik bedoel van de maandag inderdaad op het weekend. Nee, we krijgen op zich wel misschien wel meer mensen te pakken 's avonds. Ja. Ja, dat kunnen ook vluchtige dingen zijn, omdat ze net aan het eten zijn, net aan het voetbal kijken zijn of wat dan ook. Dan kan de eerste contact misschien wel zijn, maar dat je meer ongepast belt dan overdag wanneer ze misschien meer tijd hebben. Maar we hebben nog geen statistiek kunnen ontdekken waarvan we zeggen van nou,
moment dat we dan bellen, ja, hebben we de meeste kwalitatieve dialoog. Ja, maar het is wel zo snel mogelijk. Ja. Ja, ja, ja. Dan krijg je in ieder geval de meeste contact. Ik heb even een vraag. Hè? Ja. Hoe zie jij dat? Zeg maar, soms wij zijn dan nu, we proberen als verkoop zijn een dialoog aan te gaan in de klant. Alleen, ik had het met hem ook over van, ja, het blijft zwaar naast je normale job, zeg maar. Ja. Omdat je, ja, ik zei al. Wat is je normale job dan? Nou, de klanten die binnenkomen, ik denk altijd, die nemen de moeite om bij mij te komen. Ja. Dan zou ik ook zorgen dat ze met de auto weer naar huis gaan. Ja, dus dat is de insteek. Ja. Maar hij, ten opzichte, heel eerlijk verteld, is zo van, misschien heeft die man met die gebroken been wel alles afgezocht en die moet en zou die auto hebben. Ja. En de kompietje die binnenkomt bij, die had even nog 5 minuten over van zijn pauze en die komt jou eigenlijk even lastig vallen. Even, nee, dat is natuurlijk, dat kun je niet zeggen van dat trekken we even uit elkaar. Dus maar ze zijn allebei van belang. Want wij scoren natuurlijk, dat is niet om je naar de mond te praten, maar wij scoren gewoon zeg maar op het belgedrag. Dat zie ik ook wel in. Alleen het is voor ons wel, het is een extra job erbij. Zie je dan dat je daar iemand apart op moet zetten die daar mee bezig moet zijn? Nee, in de regel ben ik wel van mening dat over het algemeen er te weinig verkopers zijn in de showroom. We zijn overal onderbemand. Dus we moeten te veel schoteltjes omhoog houden om alle dingen te doen. Omdat we zo ver zijn afgeschaald, zeg maar, dat je het niet meer kunt volhouden om alles goed te doen. Nee, daar ben ik wel van mening. Ik ben absoluut niet van mening. Eigenlijk om een klantcontactcenter te hebben, om een BDC te hebben, wat dan ook, is eigenlijk een pleister op een wond. Terwijl je de wond moet repareren en dus niet de pleister moet plakken. Want in feite zijn de verkopers degene die het beste leads kunnen, bijvoorbeeld. Daar zou je geen klantcontactcenter voor nodig moeten hebben. Alleen de verkopers moeten daar wel tijd voor hebben om dat te kunnen doen. Ja, dat is niet, en niet afleveren. Alles met de aflevering doen, de facturatie, de betalingen, weet ik allemaal niet wat. En dat hoort er allemaal eigenlijk niet bij. Omdat we zo ver zijn afgeschaald, hoort dat er nu eenmaal wel bij. Hè? Ja, ik heb het dan wel weggehaald. Ja. En hoe gaat dat? Ik heb één iemand apart die al afleveringen, kisten, contracten, dat soort aanstellingen. Die zorgt gewoon aan het einde van de dag dat alles voor de volgende dag klaarstaat. Ja. De verkoper levert hem wel zelf op. Ja. Maar goed, dan hoeft hij in zijn mindset er niet meer mee bezig te zijn. Dat is niet. Nee, daarom. Maar werkt dat je dan meer gaat verkopen? Ja, we halen gewoon die targets. Ja. Maar dat is wel, van we zijn te ver doorgeschaald. Want het is wel Jan taak, in feite. En net zo goed de call lead, hè. Ik vind wel, hè, op het moment dat de call lead binnenkomt en je bent met een klant in gesprek, kun je hem eigenlijk niet hebben. Want op dat moment moet je ook gefocust zijn voor die call. He, dit moet je niet af kunnen raffelen of even tussendoor doen, maar ja, dan verbrand je hem. Doodzonde. Dus, het digital dealerproces, wat hebben we ontwikkeld? Dat is het volgende. Het is een 5-daagse proces. Het gaat even om geen contact te hebben. Je krijgt een lead binnen met een offerte aanvraag. Wat gaan we doen? Dag 1, 2 keer bellen. 1 keer de voicemail, 1 keer een e-mail template. Je krijgt hem dus niet te pakken. Dus we hebben 1 keer een voicemail template, van we gaan 1 keer de voicemail inspreken en 1 keer een e-mail template. Er staan allemaal cijfers achter. Dat is mijn cijfer 1 en daar 1. Dag 2, 2 keer bellen, 1 keer voicemail weer en 1 keer een e-mail met bijvoorbeeld een video erin. Maar het kan een standaard video zijn. We kunnen hem vanmiddag allemaal opnemen. Dag 3, 1 keer bellen, waarvan voicemail nummer 3. En het voorstel aan de hand van de informatie nemen. Oftewel, op het moment dat ik een offerteverzoek krijg op dag 1, bel ik dus 2 keer op, 2 keer op, 1 keer op. Dus in totaal 5 keer op krijg ik niet te pakken. Ga ik überhaupt altijd een voorstel mailen met informatie die ik wel heb. Ook al is het een long shot, maar ik ga in ieder geval dat voorstel mailen. Hier wacht ik nog, hier wacht ik nog. En daar ga ik hem mailen. Het kan zijn dat ik hier al te laat ben, Allah. Maar dit kan een proces zijn. Dag 4, 2 keer bellen, waarvan weer een voicemail, voicemail 4. En een template e-mail, waarom kopen bij mij? Waarom het specifiek voor de klant van belang is om bij mij te kopen. Niet de prijskwestie, maar waarom bij mij. En dag 5, 1 keer bellen, voicemail nummer 5 en een e-mail template. Ook met 2. Nou, hoe zien die voorbeelden er dan uit? Die zien er als volgt uit. Wat heb ik in ieder geval nog nodig? 5 keer een voicemail script voor 5 dagen, waarvan de eerste voicemail minder uitgebreid is dan de derde.
Dus je bouwt hem als het ware op, die voicemails. He, want op het moment dat je de klant niet te pakken krijgt, moet je meer informatie geven. Eén stap een video als follow-up naar geen contact. En twee keer een e-mail template voor een showroom afspraak. Oftewel, het eerste doel was een showroom afspraak. Je krijgt hem niet te pakken, daarna ga je hem offerte maken. En daarom moet dat e-mail template ook aangepast worden. Daar hebben we voorbeelden van. Hoe ziet dat er dan uit? Als volgt. Dit is bijvoorbeeld e-mail template dag 1. Geachte heer De Vries, hartelijk dank voor uw belangstelling in een van onze auto's. Ik ben Paul De Vries, ik ben verkoper bij Autobedrijf ABC. Het is mijn taak om u van alle informatie te voorzien van onze producten, zodat u de juiste beslissing kunt nemen. Graag leg u uit wat onze werkwijs is nadat wij het online niet hebben ontvangen. Om u ons beste voorstel te kunnen presenteren, ga ik contact met u opnemen via de telefoon om al uw wensen en vragen met u door te nemen. Daarna maak ik graag een afspraak met u hier bij ons in de showroom, zodat ik samen met u ons beste voorstel kan doornemen en u tevens alle variaties en andere opties kan bekijken. Op welk tijdstip kan ik het beste bereiken? Is dat rond etenstijd of later op de avond? Met vriendelijke groet, Paul De Vries. Wat voor haakjes zitten hierin waarop de klant kan reageren? Beste voorstel. Ik heb niet gezegd goedkoopste prijs, maar beste voorstel. Kan het beschikbaarheid zijn, leverbaarheid zijn, kan van alles zijn. Dus een reden, wat nog meer? Dat hij nog showroom kon komen. Showroom, wat is daar het voordeel van? Dat hij niet kon komen. Dat hij wel kon komen. Dat hij wel kon komen, dat je nog weet wie zijn persoonlijke als kan nemen. Dat ook te bekijken. Ja, alle variaties kan laten zien. Wat nog meer? Wie juist de beslissing kunnen nemen. Het ligt aan wat jouw toevoegde waarde is op het proces zelf. Ja, en wat er gaat gebeuren. Ja. Wat ik kan verwachten. Wat nog meer? Juist de beslissing te kunnen nemen. Ja. Ik ben er om zijn informatie te voorzien. Nee. Dus ik leg gewoon exact uit wat er gaat gebeuren. Dat iemand die vervelend wordt als ik 5 keer belt, want hij weet het. Mits hij niet in de spamfilter komt. Laten we daarmee even vanuit gaan. En ik geef een voordeel aan om in contact te komen. Waarom het zo is. Die laatste zin, daarom krijg je ook vaak reactie. Want je mag niet rond etenstijd bellen. Dus op het moment dat je mailt dat je rond etenstijd gaat bellen, krijg je reactie. Wanneer het misschien wel kan. Ja. Daarom staat de zin er bewust in. Gelijk de tweede zin. In plaats van het is mijn taak u te bellen, zou ik neerzetten ik mag u bellen. Prima. Want anders staat er het is mijn taak. Van ja, hij moet bellen. Ja, nee, maar prima. Zo kun je wel aanpassen. Prima, punt. Maar je moet vooral je eigen. Vooral voor jezelf maken. Maar hier zie je al in één template hoeveel haakjes en hoeveel voordelen en hoeveel dingen erin staan om iedereen maar te kunnen beantwoorden. Of je kunt zeggen, ik schrijf zomaar wat en dergelijke. Ik heb u net gebeld, ik heb u voor me ingesproken, u was het er niet. Heiko, ik bel u morgen weer. Dat kan ook. Hè? Maar hierin laat je echt daadwerkelijk zien wat de toegevoegde waarde is. Volgende voorbeeld. Is een videotemplate, die hoef je maar misschien één keer op te nemen. Hallo, Paul De Vries van Autobedrijf ABC. Dank voor de aanvraag voor informatie over de nieuwe auto bij Autobedrijf ABC. Om u beter van dienst te zijn, zouden wij graag telefonisch contact met u willen krijgen, zodat wij wensen en vragen kunnen omzetten in een beste voorstel. We zullen de komende dagen telefonisch benaderen, dat u zelf bent, ook dat kan. Als je dit één keer op video zet, je zet het op de YouTube en je stuurt continu de link mee, zou je hem keer op keer gebruiken. He, want je geeft je naam en dergelijke, je zegt gewoon wie je bent, van wie je bent en dergelijke. En daarom kun je blijven sturen. Maar is het gevaar ook niet dat het niet persoonlijk is? Want die klant op een openbaar YouTube-kanaal kan een verborgen link zijn. Heeft, die kan ook kijken. Kan een verborgen link zijn. Ja, kan dat? Ja, dat kan. Maar is het niet vrij toegankelijk voor iedereen zijn YouTube-kanaal? Nee, als je de link hebt. Als je de link hebt, kun je de video bekijken, anders kun je niet. Ah, oh, oké, dat is wel. En wat dan nog op het moment dat hij op een openbaar YouTube-kanaal zal staan? Dat heeft goed weer net weg. Ja. Kijk, ik ben het met je eens persoonlijk. Persoonlijk, je mager is, te beter het is. Ja. Maar sommigen hebben al moeite om 2 keer een e-mail te sturen of om 2 keer te bellen. Ja. Laat staan bij iedereen. Weet je, maak het schaalbaar door zeg maar nu naar Richard te gaan, kan ik hem zo opnemen. Pak het template, Richard stukje de video. En gebruik hem, misbruik hem keer op keer. Ja. Ja? Nou, waar is het? De volgende. We hebben hier een voorbeeld. En dat voorbeeld, als we het dan over het YouTube-kanaal hebben.
Dit is een meisje. Hi, my name is Kelsey and I work here at Sunset Honda. Today I'm going to show you the car that nobody saw coming. The 2014 Accord EXL V6. Alrighty, here is the 2014... Hey Will, this is Kelsey from Sunset Honda. We just got off the phone and I wanted to make you this short message so you can put a face to the name and see who's going to be working for you and who you're speaking with on the phone. I am currently sitting in a 2013 Civic. These cars are beautiful and I think it'd be very great for your first car here back in California. So, verkoop 40 tot 50 nieuwe Hondas per maand. Ja, zij. Ik koop binnen, ik doe het zelf. Hij loopt een paarse haren samen. Ja, in Amerika heb je toevallig, de toevalligheid dat je daarmee een miljonair wordt, hè? Met 40 tot 50 auto's in de maand. Hè? Ja, dat is niks om die films te maken. Dus. Alleen maar. Ja. Geen auto's is geen vreemd. Veel auto's is heel veel. Hè? Daarom heb je daar ook heel veel verkopen, want ze kosten niks. Hè? En als ze niks verkopen, dan kost het ook niks. Hè? Een mooi systeem ook. Maar goed. Ze doen ze dus daar heel veel, begrijp ik. Wat zeg je? Ze doen in Amerika. Zij doet alleen maar dit. Okay. Heeft geen apart video dingen nodig. Zet alles op de YouTube, weet je wel. Stuurt gewoon de link. En klaar. En je ziet ook, het beweegt een beetje dergelijke. Kwalitatief ruk. Maar wel persoonlijk. Maar wel persoonlijk. Alleen die geeft er gewoon compleet, continu aandacht aan. Gaat ook openbaar, dus iedereen kan zien wat wil, waar wil in best nemen. Ja, maar wil is wil. Er zijn zoveel wil. Ja, oké. Okay, maar... ja. Het is zeg maar, ik zou het zo ook doen in die zin. Alleen, het is wel moeilijk om zeg maar elke mail persoonlijk te gaan doen. Laat staan video te maken, maak het dan één. Maak het twee. Bedankt voor de afspraak, hoe je moet rijden, bedankt voor je bezoek en voor een richting. Bewijs van. Heb je meer tijd, maak ze dan zo. Slechts een voorbeeld. Een Sunset Honda. Overigens, de Digital Car Dealer Workshop die we in november gaan doen, daarin krijgen wij bezoek van Robert Wiseman. En Robert Wiseman is een Amerikaan, dat is een Amerikaan die wereldberoemd is in de automotive, de Your Hyundai Guy, noemt hij zich. Is een Hyundai verkoper geweest. Maakte alleen maar video's over Hyundai's. Alleen maar. Volgde elk voorstel op met een video over die Hyundai. Ging erin zitten, ging in de achterbak zitten, weet ik allemaal niet wat. Doet nu alleen maar presentaties, conferenties en als spreker, zeg maar. Daardoor komt eind november op de Digital Car Dealer Workshop. We zijn van harte welkom. Om daar te komen, maar samen met nog een Amerikaanse spreker. Maar die laat je ook echt in het echt zien wat werkt, wat niet werkt. Haal dan 30% van het Amerikaanse er maar vanaf. Maak het gewoon voor Nederlands en zorg ervoor dat je het ook gebruikt. Voorstel 1. Geachte heer De Vries, u spreekt met Paul De Vries van het autobedrijf ABC. Bedankt voor uw aanvraag van een nieuwe Kia Picanto. Aangezien we graag zeker zijn om het beste voorstel te kunnen doen, wil ik bij de vraag wat meer informatie betreft uw aanvraag. Kunt u ons bellen, wij zijn bereikbaar elke dag. Wat is hier het haakje? Kunt u ons bellen? Nee. Het sluit er niet af met de markt. Het is een voorspel. Oh ja, ook natuurlijk, ja. Dat is de voorstel weer. Meer informatie. En beste voorstel, hè? Ik wil graag een beste voorstel doen, maar ik heb nog wat meer informatie nodig. Om dat beste voorstel te kunnen doen. Dus what's in it for me, voor de klant, is dat als ik een beste voorstel wil maken, ik graag toch contact wil hebben en dat ik meer informatie wil geven. Maar ik zeg dus niet in die voorspeel dat ik al gebeld heb. Hè? Van ik heb u al gebeld, ik krijg u niet te pakken, wat dan ook. Dat is negatief. Ja, dat is totaal niet relevant. Hè? Ook al, hè? Ik heb dus bij sommigen al 24 keer de voorstel in wel te spreken, zonder dat ze. Zonder dat ze merken dat op het moment dat ik ophang, dat ik gewoon zeg, kloot, dat kun je dan niet gewoon even opnemen. Want zo denk ik ook wel eens. Oké, voicemail 2. Je moet dan iets langer zijn. Geachte heer De Vries, je spreekt met Paul De Vries van Autobedrijf ABC. Hartelijk dank voor uw belangstelling in mijn keerkant. Ik zou graag op korte termijn met de spreker een aantal speciale acties met u door te nemen. Zodat u wel overweegt aan compensatie te nemen. Hebt u tijd voor een kort gesprek? Laat het ons weten wanneer wij u kunnen bellen. Komt het momenteel niet uit, dan hoor ik het graag.
wat is hier het haakje? Want als je dat je wil weten of dat het niet uitkomt, dan dat je dat dan graag hoort. Ja, dus informatie, maar wat is het haakje? Speciaal. Wat is het voor de klant? Wat is het in het voor mij? Speciale acties. Speciale acties, ja. Zodat u wel overvalt een aankoopbeslissing kunt nemen. He? Hij is dus langer dan de eerste, maar hij is bewust gemaakt. Maar stel jullie nou eens voor, he, dat is in jouw geval ook, zeg maar, je hebt een aantal verkopers aan het werk. En ze spreken de voicemail in, omdat jij dat proces hebt gemaakt in de voicemail, dag 1, dag 4, whatever. En ze spreken min op dat moment wat er uit je mond komt, of je hebt een tablet. Wat zal nou op de 100 keer beter werken? Ja, dat is ook inderdaad hier, iemand is gewoon een rotdag en dan krijg je ook een heel dag. En op het moment dat je een jochie hebt van 24, aangenomen, die is op zaterdag uit geweest, is vrijgezel, hè, heeft een goede zaterdagavond gehad, die is maandag helemaal fired up, zeg maar, die spreekt er vol enthousiasme in. En op vrijdagmiddag is hij zo dood als een pier, want is donderdagavond een biertje geweest te dus drinken. Dan gaat je kans. Ja? Hier, ik ga verder. Voor jou. Ja, maar is een template blijft hetzelfde. Dus op vrijdagmiddag, voor ze met 2 inspreken, gaat het hetzelfde uitzien als op maandagmiddag. En daar gaat het om, ik wil het toeval eruit halen. Dus als je kijkt naar het werkboek en dan pagina 26. Als je nou een e-mail template moet maken voor dag 5, om je geheugen op te frissen, het schema staat op 24. Op dag 5 moet je een e-mail template sturen aan de hand van het voorstel wat je gemaild hebt op dag 3. Wat moet daar nou in staan? Snap je dat? Dus ik heb op dag 3 een voorstel gemaild aan de hand van de informatie die ik heb. Ik heb de klant nog steeds niet gesproken. Wat moet ik op dag 5 dan nemen? Wat is dan voor de klant nog van belang? Je kunt refereren aan de prijs, je kunt refereren aan heeft u al informatie om een wel overwogen aankoopbeslissing te kunnen nemen.